Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Wembley is het stadion waar het Engelse nationale elftal zijn thuiswedstrijden speelt. Pelé noemde dit al eens een voetbalkerk, voetbalhoofdstad en voetbalhart. Ja, dat klopt. Alleen, ze zouden wat beter moeten spelen, dat Engelse elftal. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Het andere team begint eveneens in een klassieke 4-3-3 opstelling met vleugelspitsen dus. Dat het nationale team van Engeland vaak niet zo goed presteert op de grote toernooi heeft misschien ook een beetje te maken met de zware competitie. Er is immers geen winterstop en in juli zijn alle spelers dodelijk vermoeid. Dat klopt Evert, maar de beste spelers in de Premier League zijn buitenlandse spelers. En door de bank genomen geen Engelsen en daar heeft het nationale elftal ook onder te lijden. Nou, we gaan er maar eens goed voor zitten. De wedstrijd is begonnen. Rooney heeft hem. Ziet er gevaarlijk uit. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Hij redt en heeft de bal vast. Bessie. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Henderson. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Giorgino Wijnaldum maakt zich wellicht al op voor een schot. Milner. Gibbs. Elk van beide ploegen heeft zijn eigen toptalent. Wayne Rooney bindt vandaag de strijder met Arjen Robben. Wat valt er over die twee te voorspellen? Nou, Wayne Rooney is een echte teamplayer die zijn ploeggenoot blindelings weet te vinden. Maar ja, hij... Van Persie! Hier zien we Van Persie weer die goal maken. Mooie actie. Ja, knap gedaan hoor.
De goal vanuit een andere hoek. De eerste goal van dit treffen. Wayne Rooney. Wayne Rooney is natuurlijk een aanvaller puur sang. Maar hij is ook steeds beter in de omschakeling. Gibbs. Bal is over de lijn ingooi. Oh, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij heeft hem nog vast ook. Bessie. Giorgino Wijnaldum. Daley blind. De bal gaat uit via de paal. Wilshire, Milner. Nou, dat loopt lekker vandaag. Het tempo is goed en de bal gaat moeiteloos rond. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Dit is Huntelaar. En ze zijn het balbezit kwijt. Wolcott. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. En het spel gaat weer de andere kant op. Ja, en nu? Nee, hij raakt af. Wolcott! Keeper stond er precies goed voor. De bal gaat uit. Inworp. Ja, en nu? Heel hard geschoten, maar de keeper heeft hem. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Scoort. Goeie opbouw, goede goal hoor. Die corner was goed genomen. En op de afwerking is ook niks aan te merken. Doelpunt. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Rooney heeft hem. Smalling. Kane. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Giorgino Wijnaldum. Henderson. Gibbs. Wolcott. Bessie. Die tackle is correct. Prima gedaan. Milner. Smalling. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Milner.
Ja, en nu? Hij schiet de bal op de lat. Het is Robben. Ze krijgen een ingooi. Milner. Kane. Hij had vast iets anders in gedachten dan de bal over de zijlijn te schieten. Giorgino Wijnaldum. Het is Robben. Milner. Gibbs. Wilshire. Die is voor de keeper. Ja, hij is voor Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Wat een vaart. Nee, daar verschalk je deze doelman niet mee. De stand is 2-0. De eerste helft zit erop. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Hij zal iets wat teleurgesteld zijn, want hij had er in de eerste helft bijna 2 gemaakt, hè? Maar goed, hij trof het houtwerk. De wedstrijd is weer begonnen in het prachtige Wembley Stadium. Wilshire. Bessie. Robben! Goed gepakt doelman, was een harde bal. Ze mogen een hoekschop nemen. De keeper heeft hem. Sneijder aan de bal. Die bal. Ze krijgen een vrije schop. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Nou, dat was toch een mooie kans om relatief eenvoudig te scoren. Maar goed, ook van een goede positie gaan die ballen natuurlijk niet altijd erin. Nee, dat is jammer, want het was wel een mooie plek voor een vrije trap. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima.
Hij speelt de hele dag al goede passes. Er gaat natuurlijk wel eens een paas mis, ook bij deze speler. Sneijder heeft de bal. Huntelaar aan de bal. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Sterling. Gaat hij het redden? En daar is hij dan. Mooi doelpunt, Jury, maar toch een beetje een verrassing. Want deze doelman speelt een uitstekende wedstrijd. En ik had echt niet gedacht dat die bal erin zou gaan. Nee, misschien toch even zijn concentratie kwijt. Nou, ik hoop dat het verder geen gevolg heeft voor zijn zelfvertrouwen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Robben aan de bal. Van Dijk. Sneijder heeft de bal. Ze vechten om de bal. Henderson. Is Rooney. Wolcott wordt aangespeeld met een paas door de lucht. Mooie sliding, zeker geen overtreding. Is Rooney. Ziet er gevaarlijk uit. Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet, nee. Hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij nog een keer proberen. Het is Robben. Giorgino Wijnaldum. Sneijder heeft de bal. Nog zo'n loepzuivere paas. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Gibbs. Wilshire. Daar gaat hij. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. En de keeper heeft hem klemvast. Huntelaar springt over het ingegleden been. Een pikkelhard schot, maar de doelman was alert. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Coach zet een verse kracht in om het tempo hoog te houden en om de voorsprong veilig te stellen. Gaat hij het nu doen? Goede positie voor een voorzet. Daar komt de voorzet en Rooney heeft hem in gedachten al gemaakt.
Goed gezien, scheids, vrije schop voor Engeland. Hij wordt naar de kant gehaald en dat lijkt me niet vanwege slecht spel, want hij heeft het erg goed gedaan vandaag. Giorgino Wijnaldum. Sneijder aan de bal. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Door de drukte kan hij niet goed aannemen. Walcott. Wilshere. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Prima onderschepping daar. Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. We krijgen een wissel. Het team dat aan de leiding gaat, komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Wat komt er uit de vrije trap? De keeper bokst de bal weg. De reguliere speeltijd zit er bijna op, nog 5 minuten. Verschil is 1 doelpunt. Komt er toch nog een verrassing? Adam Lallana! Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem.
Nu gaat het erom, wie pakt die bal? Avelay. Het scheelt weinig of die bal zit erin. Oei, dat was bijna een doelpunt. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Jones. Is Rooney. Hij erover de bal met zijn tackle. Wayne Rooney. Probeert het. En de keeper komt mee voor de corner. Niet in. Prima redding. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Persie. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 2-1. Elke gewonnen wedstrijd is een flinke opsteker voor het zelfvertrouwen van de spelers. Ook een vriendschappelijk potje. Dat klopt. Winnen blijft leuk, ook al staat er niks op het spel. Heeft Van Persie eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.